De zwerver die niet zwerft, maar wel graag had willen zwerven. Hij was een gewone man en op een dag stond hij voor de spiegel van zijn totaal verkeerd verbouwde badkamer. En hij dacht, wat ben ik toch eigenlijk een ongelofelijke lul. Nou, dat herkent u allemaal wel, of niet, hè? Of heeft u geen badkamer, dat kan ook. Hallo? U kent dat wel, iedereen staat er 's morgens wel eens voor de spiegel dat je denkt, wat ben ik toch een ongelofelijke lul. Als je dat niet hebt, dan ben je volgens mij een ongelofelijke. Tuurlijk, wees dan toch eerlijk, iedereen heeft dat toch. Zo vaak als je mij 's morgens voor die spiegel ziet staan, joh, ik ben chagrijnig, chagrijnig. Weet je waar ik nog chagrijniger van word? Als er iemand vrolijk is in huis. Oh, kent u toevallig die Krusli-reclame waar dat hele gezin aan het ontbijt... Dat is toch niet live opgenomen, denkt u wel? Oh, als je mij 's morgens beneden ziet komen, jongen, in zo'n badjas... en ik ruft uit alles waaruit ik ruften kan... en alles wat voor mijn voeten komt, ook rot op, donder op... ga naar school, Catharine Keil op ontbijt TV. Takka! Zeg, laat wie er nog één keer zijn bek open trekt, die krijgt een ramp. Toen zei mijn vrouw, wat zei je? Dom, hè? Maar goed, de man waar ik het nu vanavond met u over ga hebben... die staat dus voor die spiegel en die denkt, wat ben ik toch ongelofelijke. En het rare is, opeens herinnert hij zich zijn studentenkamer. En hij denkt, hoe deed ik dat ook alweer? Ik nog niet. Doei. Hij weet het niet meer. En opeens ziet hij het. Het is heel erg met hem. Hij is onderdeel van het circus waar hij nooit bij wilde horen. Hij is het zaagsel. En het is heel erg met hem. Het is echt heel erg. Bijvoorbeeld, tweede kerstdag heeft hij met zijn hele gezin rondgeslenterd op zo'n meubelboulevard. Hij heeft nog niet zo lang geleden geluncht bij een Van der Valk. En het is hem niet eens tegengevallen. En dan komt het laatste. Op de achteruit van zijn auto prijkt een Walibi-sticker. En ik denk dat het dan definitief met je gebeurd is. Dan is het afgelopen. Dan ben je gratis AVRO-lid. Dan is het gebeurd. En hij probeert zich nog te redden. Hij loopt naar die spiegel. Hij zegt maar... Voor 1 januari 1990 is deze jongen wel vertrokken. En dat lukt hem niet. Toch? Het is nu oudejaarsavond en dat haalt hij niet meer. U bent een intelligent publiek, hè? Anders had u op dit moment wel naar Veronique te kijken. En dat doet u niet, dat neemt u op. En, nou, trouwens, heel even over dat Veronique. Het is toch een beetje een ranzig zendertje, of ligt het nou aan mij? Het is toch wat je 's avonds ziet, het is toch, nou, een beetje wat je noemt, hè? Toch? Een beetje Albanese horrorseks vind ik het altijd. Het is toch eigenlijk niks. Ik bedoel, het wint mijn grootvader nog niet op wat je dan ziet. Als dat nou kommetje, wat me ook zo irriteert aan die commerciële televisie, dat al die types uit Hilversum ervoor gezwicht zijn. Voor een paar centen meer, allemaal gebeld, allemaal onmiddellijk gezwicht op artistieke gronden. He? Opeens allemaal gezwicht. Meer vrijheid, houd toch op, jongen. Ik ben de enige in heel Hilversum die niet gezwicht is voor de commerciële televisie. Maar ik ben ook niet gebeld, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Nee. En ik heb ook een eigen huis in Skor, dus ik zat ook echt naast de telefoon. Ik dacht, nou, mij bellen ze wel. Ik nam al op van, hallo Joop, Joop van den Ende, of Lex Show! Lex Harding, hè? Ja, Lex Show! Ja, dat moet je anders doen, hè? Als je tegen Lex Harding goedemiddag zegt, dan snapt hij niet, denkt u? Als je 20 jaar bij Veronica hebt gewerkt, denkt u dat je dan nog gewoon kan reageren op goede... Nee. Misschien op doei, maar niet op goedemiddag. Ja, ik weet er echt genoeg van, hoor. Ik heb genoeg vlekken op de Gooise matras gemaakt om te weten waar ik over praat, hoor. Ja, dat toontje van überhaupt in Hilversum, hè. Vaak sta ik voor die spiegel en dan denk ik, dat ben ik een ongelofelijke lul. Maar ik denk nooit, ik ben debiel. Dat denk ik nooit. Nee, ik denk altijd, tot hier gaat het wel. En de rest, daar zou de winterschilder wel eens overheen mogen, geloof ik. Tot het moment dat ik in mijn auto stap, de autoradio aanzet... en er een discjockey tegen mij aan begint te blaten. Dan denk ik altijd, zou ik toch debiel zijn? Dan roept er opeens zo'n kind tegen je, goedemorgen Nederland, we gaan er lekker tegenaan. Dan denk ik altijd, rot toch op, joh. Meestal is het ook zo'n kind van Jeroen Krabbe, weet u wel. Kent u die? Die geen voorruit in zijn auto heeft. Of zou dat haar altijd zo zitten? Hey, maar wees nou toch eerlijk. Dan roept er zo'n kind... Ik bedoel, heel Nederland zit in de file. Hè?
met een kater van hier tot Alaska in een nooit afbetaalde Japanner. Onderweg naar een verkankerde gifpolder. Hè? Waar een van de kantoorgebouw staat, waar je 8 uur op kosten van je baas moet doorbrengen. En dan roept er zo'n verwend artiestenkind: goeiemorgen Nederland, we gaan er lekker rot op, joh. Ga werken, gek, hè? Ja. Daarbij zit je in de file. Althans, als ik in de file zit, zit ik altijd in de verkeerde baan. De baan naast mij rijdt altijd. Altijd. En als ik met heel veel gedoe eindelijk in die andere baan ben, ja hoor, dan gaan ze. Huppakee. Ja, en die hufters laten je er nooit tussen. Ik heb nu zo'n stickertje achter op moto, I love kickboxing, en dat helpt hoor, ja. Ja, maar dat is toch... En dan roept er zo'n kind: goedemorgen Nederland, we gaan er lekker... Nog zoiets, waar ik ook zo ongelooflijk agressief van word. Dan ga je naar het laatste journaal kijken en dan blijkt het een gezellige tros- of afro-avond geweest te zijn. En dan krijg je nog even het Wilhelmus voor je kiezen. Ik bedoel, de muur is neer, we krijgen 1 Europa, het gordijn is open, Roemenië is bevrijd. Op Albanië na zijn we 1, alleen de tros- en afro-leden zingen nog even voor het slapen gaan. Wilhelmus. En de EO doet de teksten nog bij voor als de prins wil meezingen, geloof ik. Maar ja, maar dan denk ik, ik ben toch niet... Nog zoiets. Heeft iemand van u ooit de vogels van de AVRO begrepen? Weet u welke ik bedoel? Die blinde vinken van Hans van der Tocht, zou ik maar zeggen. Dan zit je naar een film te kijken. Net op het moment dat het wat begint te worden, komt opeens boven in beeld. Ja, maar dan denk ik, ik ben toch niet debiel? Waar heb ik daar nou 35 jaar voor geleefd? Ik ben toch niet debiel? AVRO-vogels. Wilhelmus. En dan zo'n kind: goeiemorgen Nederland. Rot op, jongen! Mensen met stickers op hun auto. Daar krijg je me agressief mee. Mensen met stickers. Dan kom je langs zo'n vrachtwagen. En dan staat er op die vrachtwagen: dames opgepast, de mijne is 18 meter lang. Humor. Dus ik draai mijn raampje open. Ik zeg tegen die kerel, die sticker, gaat die over je IQ? Ah, dat was een moeilijk woord, hoor. Ja, of mensen, weet je wat ik ook zo verschrikkelijk vind? Die trut-echtparen met hun eerste kindje. Die dan zo'n driehoek achter op de auto hebben. Baby aan boord. Je zou ze toch zo de vangrail insnijden? Ja, maar uit liefde voor het kind, tuurlijk. Of mensen met ik rem ook voor dieren achter op de auto. Dat staat vaak achter op zo'n alternatieve bestel-eend, weet je wel? Met van die zeikerige gordijntjes, weet je? En daar zit er zo'n Mientjan Faber-achtige anti-kernwapenbaard in, weet je wel? Zo'n vrolijke muesli-vreter, bedoel ik, hè? Op van die katoenen hiep-hiep-hoera-stappers, hè? En die heeft dan ook zo'n arrogante blik van: ik rem ook voor dieren. Ik rem ook voor dieren, lul. Alleen niet voor die AVRO. Stickertjes nog van PVC ook. Hè? Huh? Voorheen plastic, ja? Vorige week nog zo'n klein eentje stak erover. Ik remmen. Een lazende gezin met 3 kinderen op me. Gezin dood met het eentje, hoor. Lekker, jongen. Eerste kerstdag. Lekker. Yeah.